Good old Fred van Oostenrijk. Ik weet zeker dat veel tafels op het puntje van hun stoel zullen zitten voor zijn tip. Goedemiddag allemaal. In eerste instantie wil ik het MJD complimenteren voor deze hele leuke actie in een zo moeilijke tijd met deze corona. Mijn naam is Fred van Oostenrijk, ik ben 66 jaar en speel tweede divisie bij HWC in Heemstede. Ik ben op 14-jarige leeftijd ben ik begonnen met tafeltennis bij Skella in Leiden. En eigenlijk in 2 jaar tijd heb ik me weten op te werken naar de tweede divisie. En ik speel eigenlijk al 50 jaar landelijk tussen de derde divisie en de eredivisie in. Tussentijds ben ik 10 jaar ben ik in België gaan spelen bij Sokka in Hoboken. En heb daar echt op het allerhoogste niveau mogen acteren en gespeeld tegen wereldtoppers zoals Jean-Michel Cerve, Primorac, Samsonov en Hoyama. Toen ik terugkwam in de Nederlandse competitie ben ik in het alleroudste team gaan spelen wat ooit in de Eredivisie heeft gespeeld samen met Ed van den Berg en met René Heijnen. Tips van mij is fit blijven en goed eten, dan kan je het echt heel lang volhouden. Met tafeltennissen. En de tweede tip is dat tafeltennis eigenlijk ook wel een soort schaken is. Soms dan win je de eerste 2 games eigenlijk heel gemakkelijk en in de derde game dan lukt het eigenlijk helemaal niet meer en word je eigenlijk overspeeld. Nou, ik denk dat dat dan belangrijk is dat je tussen de games door dan heel goed gaat nadenken van wat is er veranderd in die derde game. En hoe kan ik nu weer anders gaan spelen om toch, laten we zeggen, dit spelletje weer naar je toe te trekken. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt en succes er verder mee. Dankjewel.